Dit is een heerlijk gerecht voor een lunch of brunch. Ik begin met de spinazie. Die is goed gewassen en schoongemaakt. En even laten slinken in wat hete olijfolie op hoog vuur. Dat duurt een paar minuutjes. Af en toe even roeren met een houten lepel. En ondertussen kook ik de eitjes. Je kunt ze ook pocheren. Is ook lekker. Koken is iets makkelijker. Zacht koken. De spinazie is klaar. Even afgieten en goed uit laten lekken. En ik ga beginnen met de mornay saus. Boter zachtjes smelten. Niet bruin laten worden. Bloem erbij. Goed roeren. En dan de warme melk. In scheutjes erbij. Blijven roeren dat je alle klonten kwijt bent. En hij moet een minuut of 10 zachtjes pruttelen. Af en toe roeren. De bloem moet gaar worden, anders dan hou je een bloemsmaak over en dat is vies. Hij is nu mooi glad en goede dikte. Op smaak brengen met zout en peper en nootmuskaat. En 2/3 van de kaas erbij. En door de toevoeging van de kaas heb je nu een sauce mornay. Hij is klaar en lekker. Lekkere zachtgekookte eitjes. De dooier moet echt vloeibaar blijven. En de spinazie nog even heel goed uitdrukken. Al het vocht moet eruit. En ik ga bruschetta maken om het op te serveren straks. Beetje olijfolie en dan in een gloeihete grillpan. Je kunt het natuurlijk ook gewoon roosteren. Is ook lekker. De spinazie gaat in een vuurvaste schaal. Op smaak brengen met wat zout en peper. En dan maak je een klein kuiltje voor de eieren. De eitjes gaan erop en een paar flinke lepels van de mornay saus. De saus is behoorlijk machtig, dus ik zou de schaal niet helemaal bedekken met saus. De rest van de geraspte gruyère erover en dan gaat die een minuut of 8 onder hete grill. Tot de schotel goed warm is en de kaas lekker gesmolten en een beetje kleur begint te krijgen. Een echte klassieker. Eieren à la Florentin.